Van huis uit is de 33-jarige Ebru kunstenares. Maar toen ze vorig jaar in haar eigen ontworpen jurk naar Milaan ging, kreeg ze zoveel lovende woorden dat ze besloot haar eigen kledinglijn te ontwikkelen. Het wordt een mix. Oosters meets westers. De kunstvorm is Turks. Dat is al heel oud, dat is een eeuwenoude kunstvorm. Deze oude kunstvorm gebruikte haar moeder al. Zij was er zo dol op dat ze haar dochter ernaar vernoemde. De Ebru-techniek bestaat uit het spatten van verf in een bad water. Oorspronkelijk veel gebruikt op papier, maar Ebru gebruikt het om haar eigen stoffen te bewerken. Op stof is het wat lastiger dan op papier, want papier is vaak kleinere bakken. En stof wil je toch wat meer mee kunnen doen dan een klein lapje. Dus dat doen we in deze grote bak, dus dat is onwijs groot. Dat moet vaak met z'n tweeën of drieën. En dan hou je het vast en dan leg je het in één keer op en dat neemt als het ware in één keer het printje op. En dan krijg je het hier op de stof, krijg je het in één keer erop, ja. En nu komt de droom van deze fashionista dan echt uit. Ja, jasjes en broekpakken en jurken en het wordt net een snoepwinkel, ben ik bang straks. Maar dan ben ik eigenlijk alleen nog maar benieuwd naar hoeveel die mooie rok daar moet kosten. Ja, nou ja, het is geen H&M prijzen, obviously, maar het wordt wel betaalbaar, maar wel, hoe zal ik dat noemen? Ja, hoe zeg je dat? Duur? Nou, eigenlijk niet. Want je hebt een item die waarschijnlijk veel langer meegaat, want het is kwaliteit. Dus het is duurzaam.